AHC speelt in een opstelling die eigenlijk in de tweede divisie veel wordt gebruikt. Enkele kleine wijzigingen her en der. Borgman op goal achterin. Bous, Fatima, Mulder en Manu Hutu op het middenveld. Met Mannes, eigenlijk een vervanger van een man die we wel verwacht hadden. Maar pas net terug is gekeerd van een blessure. En dat is Kobussen. Klok en Gones zijn de andere middenvelders. De Uruguayaan. En voorin met Hardijk, Van der Leij en Drost. Toch ook heel veel ervaring. Drost die heel veel wedstrijden voor PEC Zwolle speelde tussen 2003 en 2015. Ook nog in de jeugd, maar ook nog in seizoen 2021. In totaal zo'n 130 duels in totaal. Scheidsrechter Jochem Kamphuis. Ook Europees gefloten dit seizoen in de Conference League. Nu dus in de beker in Hardenberg bij AHC. Bij PEC zien we Mike Houtmeijer onder de lat. Hij mag de bekerduels keepen. Schendelaar is er dan dus logischerwijs niet bij. Tutuarima niet altijd in de basis de laatste weken. Staat dat vandaag wel. Sam Kersten maakt zijn eerste officiële minuten van dit seizoen. December vorig jaar zijn laatste officiële minuten. Daarna een blessure die lang duurde. Wel al wedstrijden gespeeld in oefenduels. Maar dit is dus voor het eerst voor het Echi. Kaskili is de man op het middenveld die waarschijnlijk op de teampositie gaat spelen. Maar her en der kan er wel wat gaan wijzigen qua posities bij PEC. Voorin Velios en Mrkonjic. Als de rook is opgetrokken, zullen we dan wel gaan starten. Want één deel van het veld is nu echt lastig zichtbaar, ook voor de scheidsrechter. Ik wil niet zeggen dat het helemaal is gestopt, maar het is blijkbaar goed genoeg om deze bekerwedstrijd af te trappen. Dat heeft PEC gedaan. Eerst overtreding gemaakt door Kersten. Terug van weg geweest. Dat is een mooi gelukte actie. En dan het vervolg. Dat is Manu Hutu. Snelheid diep wordt gestuurd. Gones. Hardijk. Geeft niet op en dit mag door. Dan mag Hardijk ook uithalen. De clubtopscorer van HHC met het eerste kansje. Toch een van de topteams in de tweede divisie de laatste jaren. Lekker hoog op de ranglijst van die competitie. Top 3 is dan ook geen uitzondering. PEC weet dus zeker dat het geen makkie wordt vandaag. En heeft dat ook wel ondervonden als het gaat om het creëren van kansen. Van der Belt. Tutuarima. Bogarde terugleggen. Tweede paal. En raak. Zo doet PEC dat heel erg efficiënt met de eerste bal tussen de palen. Velios is de gevierde man. Zwolle op 1-0 in Hardenberg. Dan kun je nog zo goed het eerste kwartier doorkomen zonder een echte grote kans weg te geven. Bij zo'n kort genomen vrije trap die op niets lijkt uit te draaien is het één bal van Van der Belt. Die ervoor zorgt dat Bogarde helemaal vrij staat. En die moet toch wel knap om in één keer die bal dan voor te leggen. Met Velios op volle snelheid is er ook geen houden meer aan. Belt. Mrkonjic wordt daar gevloerd. Dan is het voordeel weg. Velios had er al rekening mee gehouden dat dit niet verder mocht gaan. En dan is daar ook de eerste gele kaart van deze wedstrijd. Die is voor Fatima. Door de benen wordt hij gespeeld. Of daarlangs. Dat is lastig te zien op dit beeld. Maar dat hij de tegenstander raakt, daarover is geen enkele twijfel. Van Hintem telt de stappen. Van der Belt staat er ook nog bij. En die wordt het ook. Dan komt de bal toch niet helemaal weg. Dan is het oppassen geblazen. Loopt dat voor AHC nog enigszins goed af. Hardijk. Drost is mee. Manu Hutu ook. Hij kan het ook zelf proberen. Of in de rebound. Het lukt in beide gevallen niet. Maar daar is AHC voor het eerst echt dichtbij een doelpunt. In het midden ziet u daar een oud-trainer van AHC. Die wij toch vooral kennen als oud-trainer van FC Twente. Meerdere betaald voetbalclubs actief. Michel Jansen.
Jaskili. Hooghaarden is er al een aantal keer voorbij gekomen. Dat lukt hem ook nu. En als hij dan hier naar het gras gaat, kijkt iedereen naar Kamphuis. Maar horen we niks, zien we niks. Is het dus geen overtreding. Manahutu zet het blok, heeft daar wel zijn arm eventjes erbij. Volgens valt Bogarde eigenlijk al op het moment dat Mulder misschien in tweede instantie zijn benenrol even raakt. Maar dan gaat hij veel te makkelijk liggen. Mannes verlengt hem, maar doet dat voor Huiberts. En die lanceert dan Kaskili op volle snelheid. Afleggen, binnenschieten, maar ook naast Tutuarima. Enorme kans voor Peck om de score te verdubbelen. En zoveel kansen heeft de ploeg van Schreuder toch niet weten te creëren in de eerste 45 minuten. Velios, foutje Mulder. En dan gaat er misschien al meteen een grote kans komen voor Peck Huiberts. En de sliding die geweldig is van Fatima, die zich daarna woest maakt dat deze kans überhaupt weggegeven kon worden. Manahutu. En klop. En nog een kans en de redding van de handbaaier. Hardijk had het daar op zijn schoenen gelijkmaker. Het bewijs dat HAC leeft in deze wedstrijd. Maar het nog niet in een doelpunt weet om te zetten. Twarima. Bogarde. Schot vanuit de tweede lijn is een makkie voor Borgman. Gele kaart gegeven aan Fatima, die al geel had en dus rood. Het is de vraag of het net binnen of buiten was. De 16 dan wel te verstaan. Feit is dat HAC verder moet met 10. Snel genomen vrije trap, dat verraste vriend en vijand. Slechte aanname en het is een overtreding erbuiten van Fatima, die meteen weet hoe laat het is. Tweede geel en dus rood. Tutuarima in één keer richting tweede paal. Het inglijden is er wel, maar het afdrukken niet. En Van der Belt. Landu. T. Krijgt twee kansen in één en vindt uiteindelijk de paal. Komt dichter en dichter bij die tweede ronde. Een ronde die twee van de drie afgelopen bekerjaren op het eindstation bleek te zijn. Fortuna Sittard en Excelsior. Achtste finale naar Breda. Polen. Landu legt hem goed voor zichzelf klaar. Dat werkte niet goed richting Borgman. Je kunt de drukte maar beter voor zijn, dus worden de eerste versnaperingen al gehaald. Voor na de wedstrijd.